even uitgeprobeerd. Oh, nou doe ik de microfoon niet in. Oh my god. Je moet me niet gaan afleiden nou. Nee, je moet me niet gaan afleiden, anders komt het niet goed. Ik heb nieuw voer in de test. Bunny Nature voer. Ik kende dat voer al wel van vroeger. Ik kwam het heel vaak tegen in de winkel, zo her en der. Maar eigenlijk, ik vond het altijd heel erg duur. En ik kende niet echt goed het verhaal achter het voer. Het enige wat ik eigenlijk zag was, oké, dwerghamstervoer, 2 keer zo duur en de dieren eten het eigenlijk niet zo goed. En ik heb het wel een keer eerder geprobeerd, maar ze waren er niet echt heel erg enthousiast over. Dus ik dacht van, ja, waarom ga je dan geld uitgeven voor heel duur voer, terwijl de dieren het niet echt lekker vinden. Nou, daar ben ik achter gekomen. Ik heb hier de Dwerghamster Droom Expert. Dat is in het Duits Dwerghamster Droom Expert. Het is een expertlijn van Bunny Nature. En het is eigenlijk best wel bijzonder voer. Bunny heeft namelijk bedacht dat hamsters de brokken niet lekker vinden. Nou, dat weten we eigenlijk allemaal. Dat de hamsters inderdaad de brokken niet echt lusten. Ze laten het heel vaak liggen. En wat we dan altijd zeggen van... Er is meteen staart in mijn mond. Wat we dan altijd zeggen is... Oké, laat het voer gewoon liggen totdat de hamster het wel opeet. Maar ja, je kunt soms wachten totdat je een ons weegt. En ze eten die brokken gewoon echt niet op. Ze laten het altijd liggen. Ze vinden namelijk de brokken niet lekker, de biks niet lekker en de graszaden vinden ze niet lekker. Dat laten ze gewoon liggen. Bunny heeft daar iets op gevonden. Ze hebben namelijk onderzoek gedaan samen met de Universiteit van Hannover. Ik durf het niet te zeggen. Een Duitse universiteit. Goed gedegen onderzoek gedaan. Ze hebben namelijk gekeken naar de oorsprong van het dwerghamster. Dus waar de dieren in het wild ook echt in de natuurlijke omgeving leven. En wat voor voeding daar in dat gebied voorkomt. Wat voor plantjes, wat voor zaadjes. En dat hebben ze in 1 mix gedaan. Nou is het bij hamsters, als je er even over nadenkt. Je moet natuurlijk in het wild, kun je ze goed observeren. En wetenschappers hebben naar dwerghamsters in het wild gekeken wat ze eten. Bij de meeste dieren moet je dan echt gewoon sectie gaan verrichten. Want je kunt niet zo 1, 2, 3 zien wat ze allemaal opeten. Omdat het gewoon al in de maag zit. Het voordeel aan dwerghamsters is dat ze alles in de wangzakken vervoeren naar hun huisje. Ik stop ermee. Je staart. Als je je nou even omdraait... Dan kan iedereen jouw mooie gezichtje zien en dan zit je niet met je kont naar de camera en met je staart in mijn neus of in mijn mond. Hey. Hey. Oh. Lieverd. Dan ben je camera schuw. Hé? Hey? Dan ben je camera schuw. Kom maar liefie. Ja. Zo hé. En dan kan iedereen jouw mooie kopje zien. Bunny heeft namelijk uitgevogeld dat zij geen suikers toevoegen in hun voer. En daardoor moeten de dieren heel erg wennen aan dat voer van hun. En dat is ook echt zo. Mijn hamsters hadden echt 2 weken nodig voordat ze het een klein beetje begonnen te eten. Want ze hadden echt zoiets van, wat is dit? En als je altijd chips en snoep hebt gegeten en je moet op een gegeven moment over op broccoli en spruitjes. Dan is dat toch even een omschakeling. Klinkt misschien vreemd, maar in de meeste hamstervoeders zit altijd een beetje extra suiker. Nou hebben de fabrikanten dat omzeild. Ze zeggen van oké, wij voegen geen suikers toe. Weer eronder. Wij voegen geen suikers toe. Maar dat doen ze toch wel door middel van fruit. En dan voegen ze bijvoorbeeld Johannesbrood toe. Of banaan, appel, hè, van die stukjes fruit. En daar zit natuurlijk wel suiker in. Dus dan zit in het algemeen wel suiker in het voer. En dan vinden de dieren het hartstikke lekker. Of ze doen er zaadjes in, van die zonnebloempitzaadjes. En dan vinden de dieren die vinden het natuurlijk heerlijk. Dus op die manier proberen ze zeg maar, het voer wat lekkerder te maken. Natuurlijk kijkt iedereen ernaar, want iedereen kijkt ernaar, vindt mijn hamster het voer lekker? Want als jij voer hebt gekocht en je hamster die eet het helemaal niet, ja, dan ben je heel snel geneigd om te zeggen, dat ga ik niet geven, want hij vindt het niet lekker. Maar gezond voer, daar moeten hamsters dus echt even aan wennen. Er staat een zak. Er staat een zak. Wil je daar naartoe? Ga daar naartoe. Dus gezond voer moeten ze echt even aan wennen. Nou, mijn hamsters hadden 2 weken de tijd om echt aan het voer te wennen. In eerste instantie probeerden ze echt te kijken van, nou, komt er wat anders? Heb je nog wat meer? Keek ze naar het voerbakje zo van, Maar nu eten ze het. En ik merk positieve effecten. Met name bij de dieren die wat ouder zijn, die vinden het best wel fijn om dit voer te eten. Het is heel klein korrelig, er zitten meelwormpjes in. Groot voordeel, er zitten geen brokken in. Dit is een van de eerste gemengde voeders waar echt absoluut geen brok in zit. En Bunny die heeft daarover nagedacht, want de meeste fabrikanten zeggen er moet een brokje in zitten, zodat ze hun tandjes kunnen slijten. Maar als jij voldoende verschillende soorten zaden in een voer doet, waar de hamsters echt mee bezig zijn om dat allemaal los te maken, dan zijn ze dus... Waar ga jij heen? Kom maar, Star, dat is mijn plantje. Het idee van Bunny is als volgt. Ze hebben gekeken naar waar de dwerghamster vandaan komt, welke gebieden. Ze hebben gekeken naar wat voor plantjes en zaadjes daar ongeveer te vinden zijn. En ze hebben gekeken naar wat de dwerghamsters ook echt daadwerkelijk eten. Wetenschappers hebben namelijk een aantal hamsters gevangen tijdens de nacht, tijdens het tweede deel van de nacht. En ze hebben hun wangzakken leeggehaald. En dat is zo ongelooflijk interessant, want je staat er eigenlijk niet bij stil. Als je je afvraagt, oké, wat eet een dier? Dan ga je ervan uit dat je dieren kunt observeren, hè, wat ze allemaal meenemen. Maar dat is hartstikke moeilijk, want dieren die 's nachts leven, je kunt niet goed zien wat ze allemaal van de grond afpakken, wat ze meenemen. Dus je kunt niet één op één eigenlijk vaststellen wat precies hun dieet is. Maar hamsters, die hamsteren dus alles in hun wangzakken. Dus ja, als je die leeghaalt na een nachtje hamsteren, dan weet je exact wat zo'n beestje eet, wat hij allemaal meeneemt. En wetenschappers zijn er dus achter gekomen dat het dieet van dwerghamstertjes bestaat voornamelijk uit de zaden, een heel klein deel uit planten- en kruidendelen en ook een klein deel uit eiwitten. De eiwitten zijn wel heel belangrijk voor dwerghamsters, die moeten ze krijgen. Ze eten in het wild kevertjes, kleine wormpjes, rupsjes, slakken. Dus ja, ze pakken echt gewoon, ze jagen ook echt op die dieren. Dus als ze het tegenkomen, dan pakken ze het echt en dan gaan ze het echt opeten. Ik heb de dieren in het verleden levende meelwormen gegeven aan de dwerghamstertjes. Nou, je zag gewoon dat daar iets wakker werd in die dieren. Dat ze echt, zodra ze dat zagen bewegen, dat ze er meteen op afgingen. En instinctief, want ze hebben het nog nooit eerder gehad, beten ze het kopje eraf en dan gingen ze het opeten. Dus ze weten exact wat ze ermee moeten doen. Dat was zo bijzonder om te zien. Ik heb hier dus het Bunny Nature voer. Ja, bijzonder concept, al zeg ik het zelf. Ze hebben dus echt gekeken naar wat de dieren in de natuur eten. Wat ze dus echt daadwerkelijk eten. Ze hebben in samenwerking met wetenschappers en met dierenartsen hebben ze dit samengesteld. En zij zijn van mening dat je dit voer gewoon kunt geven. Je hamster wordt daar niet dik van. Het is ook heel geschikt voor hamstertjes die gevoelig zijn voor diabetes, want er zitten geen suikers toegevoegd. Dus het is echt een hele mooie mix. Hele kleine zaadjes, trosgiertjes, meelwormen en dus geen brokken die ze altijd laten liggen. En dat is echt, dat vond Bunny zelf ook van, we moeten voer zien te bedenken waar wel alle voedingsstoffen in zitten die dieren nodig hebben, maar die dus niet die brok bevatten. En de meeste leveranciers die doen dus wel die brok erbij, ja, omdat ze daar al die mineralen en vitamines in stoppen. En dat heeft Bunny dus anders aangepakt. Je ziet ook, die zak die is gewoon helemaal dicht. Je hebt geen venstertje. Een venster kan er namelijk voor zorgen dat vitamines, wegvliegen als het ware. Er zijn heel veel vitamines, zijn gevoelig voor UV-licht. En die breken gewoon af als je zo'n doorzichtige zak hebt. Dus dichte zak. En deze is ook hersluitbaar. Nou, dat is ook wel een voordeel. Een nadeel van dit voer, oprecht, is de prijs. Want je betaalt zo €7 voor een zakje van 800 gram, 500 gram. Ja, maar dan heb je ook wat. Je kunt ongeveer een maand doen met zo'n verpakking. Dus je betaalt ongeveer €7, €8 per maand aan dwerghamstervoer. Maar dan hoef je je dus geen zorgen te maken over de suikers, over de samenstelling. Er zit alles in wat erin moet zitten. Ik ben ook de muisvariant aan het testen, want ik heb een muis en die heeft zwaar overgewicht. Dat is een rode muis of een gele muis, hoe je het noemen wil. En die heeft echt zwaar overgewicht, die kun je bijna rollen. En de grootste uitdaging die ik met die muisjes heb, het zijn sociale dieren. Dus die leven in een groepje. En als je ze eten geeft, ja, je kunt moeilijk zeggen, jij mag wel, maar jij niet. Of jij moet zoveel, jij mag maar zoveel. Werkt niet. Of je moet de andere muizen weghalen bij het voeren. Ik heb echt mijn hoofd erover gebroken. Maar ik heb dus de oplossing gevonden. Zo nu blijkt. Ik heb Bunny voor muisjes gekocht. Ook die expert weer. En in eerste instantie zag ik inderdaad de muizen. Die waren veel enthousiaster over het voer dan de dwerghamsters. De dwerghamsters die dachten echt van... apart. Maar een deel van die dwerghamsters die wou het gewoon niet. Die was een beetje lastig. En een ander deel die ging er wel gelijk aan. Dus ik kan nog niet heel erg goed plaatsen hoe dat nou eigenlijk kan. Dat het ene deel wel gewoon meteen op dat voer afvliegt en het lekker vindt en het andere deel niet. Ik weet nog niet helemaal waar dat aan ligt. Dus er zit wel verschil misschien qua smaak bij dwerghamsters. Dat de ene het wel meteen lekker vindt. Of, nou ja, de ene die vindt spruitjes lekker, hè, net als bij onze mensen. En de ander vindt het verschrikkelijk. Ik ben groot spruitjesfan, wat dat betreft. Wat ik bij de muis heb gedaan, ik heb de muis getest op diabetes. Ik heb even gekeken of ze diabetes heeft. De test kwam negatief eruit, dus er zat geen suiker in de urine. En dat vond ik heel erg interessant. Ik denk, waar kan het dan anders aan liggen dat je zo dik wordt? Ik heb naar de voeding gekeken. Nou, op zich heeft ze witte molen gekregen. En ik heb onlangs ook de smaus, de muizensmaus geprobeerd van hier Varm. Ga ik jullie ook nog binnenkort wat meer over vertellen hoe ik de staart in mijn mond krijg. En nu heb ik de muizen dus op de bunny variant en ze is aan het afvallen. Ze ziet er een stuk beter uit, ze is afgevallen. Wel gewoon heel actief, niet afgevallen zo van vermagerd of op rantsoen. Maar gewoon, ja, mooi. Ze ziet er echt mooi uit. Dus dat vind ik heel interessant, want ik heb zoiets ook eerder gehad bij de dwerghamsters, bij de mandarijntjes. Had ik dat ook. Die werden ook zo ongelooflijk plomp en dik op gemengde voeder, dat ik ze gewoon op een alles-in-één brok heb gezet destijds. Om ze af te laten vallen. Dat hoeft tegenwoordig ook gelukkig niet meer, door goede selectie. Maar dat was in het begin wel een probleem. En dat zie ik nou bij dat muisje ook gewoon gebeuren. Heb jij honger? Heb je honger? Hé, hey, ze ziet de zak staan. Ja, dat is lekker, maar dat is niet voor jou. Dat kan toch niet? Gekket. Gekket is het. De ratjes heb ik ook op de Bunny Nature Rattendroom Expert. Dus ik heb alle dieren erop. Maar in eerste instantie wil ik jullie even vertellen over de dwerghamster variant. Alle dwerghamsters zijn er nu op. En ik vind het een prettige voeding. Ik zie ook dat de dieren er goed uitzien. Dus ik zie geen verschillen, geen negatieve verschillen qua vacht, oogjes of activiteit of dergelijke, iets dergelijks. Absoluut niet. En je moet het gewoon doorzetten. Dat is even bij het voer wat echt even belangrijk is. Want het is heel gezond voer. Geen toevoegingen. Het is met name zaden, een beetje groenten. En je moet echt even gewoon even doorzetten. Dat is het grootste probleem. En ik denk als je het verhaal niet kent van Bunny, dus waarom het goed is en waarom het proberen waard is, dan is het enige wat je ziet duur en ze eten het niet. En dat is zonde. Dat is best wel zonde. Dus heb je een dwerghamstertje die kwakkelt of die heel dik wordt of noem het maar op. Want als je voer hebt en hij doet het er prima op, joh, lekker laten gaan. Maar ben je een keer op zoek naar wat anders, dan is dit echt wel een aanrader. Absoluut. Ik vind het hartstikke mooi. Wetenschappers hebben ook onderzocht dat dwerghamsters een kleine blinde darm hebben. Nou, wat betekent dat? Konijnen, cavia's, chinchilla's, degoes hebben een hele lange blinde darm. En die kunnen veel beter vezels verteren. Dwerghamsters hebben een hele korte blinde darm, net als de ratjes. Dus die kunnen, en net als de gerbils, die kunnen veel minder goed vezels verteren. Daarom is het ook belangrijk dat ze niet al te veel vezels krijgen. Er is ook een hele hype ontstaan rondom kruiden, bloesems en bladeren. En die dieren die krijgen dat allemaal. Als je goed oplet, dwerghamsters eten bijna geen bloesempjes en kruiden. Ze zijn heel kieskeurig daarin. Dus als je ze een hele bloemenmix geeft, dan zul je zien dat ze een paar dingetjes ertussenuit pikken. Ik geloof dat ze kamille heel erg lekker vinden en af en toe paardenbloem. Zo nu en dan pikken ze wat anders eruit, want met kruiden is het namelijk zo. Kruiden hebben hun specifieke eigenschappen. Kamille is kalmerend, je hebt kruiden voor de spijsvertering, voor het maagje. Dus de dieren die kunnen in de natuur ook gewoon zelf kiezen wat ze gaan eten, afhankelijk van wat ze nodig hebben. Bij ons, als wij zo'n mix geven, ja, dan gaan ze eten naar wat ze nodig hebben, naar wat ze lekker vinden, naar waar ze zin in hebben. Dus heel kieskeurig. En je ziet, omdat het dus geen planteneters zijn zoals konijnen, cavia's, nego's, chinchilla's, zijn ze heel kieskeurig met die plantjes en eten ze maar een heel erg klein deel. Wetenschappers hebben ook aangetoond dat de voeding niet mag bestaan uit meer dan 10% vezels. En dat geldt voor muizen, dwerghamsters, gerbels en ratten. Dus echt de dieren die ook de eiwitten eten, die mogen niet al te veel vezels krijgen, omdat hun hele systeem daar eigenlijk niet op ingericht is. Daar heeft deze voeding ook rekening mee gehouden. Ja, ik heb een hele research gedaan aan de hand van deze voeding. Want ja, als je mij zo'n verhaal vertelt, dan ga ik daar wel even naar kijken. En ik zie overeenkomsten inderdaad ook met de wangzakinhoud, wat de wetenschappers hebben gevonden bij de dwerghamsters en wat in het voer zit. Dus dat komt echt wel met elkaar overeen. En nou zeggen sommigen van oké, maar wij mensen eten bijvoorbeeld ook gewoon voeding niet uit onze omgeving. Want als wij Nederlanders alleen maar voeding zouden eten die hier gewoon beschikbaar is, dan heb je dus voornamelijk boerenkool, bloemkool en dat soort aardappels. Maar goed, wij eten natuurlijk ook gewoon bananen en vruchten, zaden, noem maar op. Dingen die uit andere landen komen, uit exotische landen komen. Mij zou je absoluut niet blij maken met een voeding afgestemd op waar ik vandaan kom, want dat zou heel karig zijn. Bij de dieren is het echter zo dat ze zijn niet zo ontwikkeld. Dus de dieren die zijn niet, hoe zeg je dat? Niet op die manier geëvalueerd om alle voeding aan te kunnen. Je ziet daarom ook een grote intolerantie voor granen ontstaan bij heel erg veel dieren. Niet alleen bij knaagdieren, maar ook bij honden en katten. Waardoor er een steeds groter wordende groep graanvrij voert bijvoorbeeld. Tarwe wordt overal doorheen gedaan en er ontstaat ook veel tolerantie voor intolerantie voor tarwe. Dus voeding is echt het is ontzettend interessant. Het is echt heel erg interessant. Ik heb zelf een opleiding natuurvoeding gedaan en ik heb daar zo ongelooflijk veel van geleerd. Dus als je een keer tijd over hebt, dan niet alleen voor je dier, maar ook voor jezelf. Natuurvoeding is ontzettend interessant. Wat er allemaal bij komt kijken is heel leuk. Terugkomend op de Bunny Nature. Ik ben fan. Ik ben fan. Jullie weten, ik heb ontzettend veel, veel hamstertjes. Ik heb meer hamsters dan de gemiddelde hamsterbezitter. Maar ik vind het wel belangrijk dat mijn hamstertjes kwalitatief goede voeding krijgen. En eigenlijk, ja, ze krijgen namelijk ook babytjes af en toe. En daarom moeten ze echt de goede voedingsstoffen binnenkrijgen. Bunny heeft ook een, ja, dat is eigenlijk een babyvoeding voor muisjes, dwerghamsters, gerbils en ratjes. Ze noemen dat de granivoren juniorvoeding. En daar zitten gewoon net extra veel eiwitten in die voer. Dat voer heeft gewoon wat meer power. En dat meng je dan door de normale voeding heen. Dat is ook heel erg interessant. Heb ik ook uitgeprobeerd en ik heb op dit moment ook een nestje zitten. Dus ik wil deze voeding ook even verder kijken met de jonge hamstertjes. Het nestje dat ik nu heb zitten eet zelfstandig. En ze eten deze voeding ook heel erg goed. En ik merk ook aan de jonge hamstertjes, ze zijn dol op kleinkorrelige voeding. Dat is echt een mooi afbeeldingje hier. Ik laat jullie. Nou, dat glimt erop los, jongens, hier gewoon. Ik moet straks in het donker gaan zitten, denk ik. Yo. Nou, het is echt echt het proberen waard. Ja, absoluut. Jong, oud, alles doet het er goed op. De ratjes ook en de muisjes. En over de muisjes ga ik jullie binnenkort wel wat meer vertellen. Want daar is het een en ander wel aan de hand, hoor. Geluksformule staat er achterop een beetje te zien. Bunny heeft echt gewoon het... ja, zij vinden dat deze voeding die kan gewoon non-stop gevoerd worden. Dus je hoeft niet per se uit te kijken dat een hamster dik wordt. En dat is ook een voordeel. Alleen ik vind persoonlijk wel... Voer het niet overmatig, want hamstertjes nemen het ook mee naar een huisje. En dat is ook wel een dingetje. Want wanneer haal je dat voorraadkamertje leeg van zo'n hamster? Persoonlijk kijk ik er altijd naar of het droog is. Want als het voer waar het, zeg maar, dat voorraadkamertje droog is, waar dit allemaal verzamelt, dan valt het nog wel mee. Dan kan het nog wel eens een keertje blijven liggen. Maar als het vochtig is, echt een plekje waar het een beetje vochtig is, dan kan het voer gaan bederven. En dan kun je het beter leeghalen. Dus ik laat het liggen zolang het wel droog is, zeg maar. Het is echt even qua gevoel. Het is echt even kijken wanneer je dat leeg haalt. Maar je moet er natuurlijk wel voor waken dat jij niet gaat voeren de hele tijd en hij alles naar het voorraadkamertje, jij voeren. Want dan is zo'n zak gewoon binnen een week leeg. Maar dan ligt hij ergens onder de bodembedekking verstopt. Dus dat moet ook niet. Dus je moet een klein beetje kijken hoe de hamstertjes zich ermee gedragen. Maar het is absoluut een aanrader. Ik vind het hartstikke leuk. Mochten jullie vragen hebben over voer in het algemeen, zet je vragen eronder, want ik beantwoord ze weer heel graag. Ik had graag willen zeggen, samen met Star, bedankt voor het kijken. Maar die heeft zich tussen twee terrariums gewurmd. Wat doe je? Hé, hey, waarom ben je daar gaan zitten? Maar Star heeft zich gewoon verstopt. Dus ik zeg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!